Yo, zijn we weer. Nieuwe serie. Paul was er net. We gaan beginnen met een nieuwe opdracht. En we hebben nu Clean the Vintage Car. En we hebben nu Clean the Forest Cottage. Dan gaan we hierna mee beginnen. We gaan eigenlijk eerst even de Clean the Vintage Car doen. Waarom? Daar zit ik over de 2000 euro. Dan kunnen we dus nieuwe equipment kopen. Nieuw materieel. Ik denk dat deze niet zo heel lang gaat duren. Dus ik denk dat deze wel binnen 1 aflevering klaar kunnen krijgen. Ik heb dit spel nu ook op de Nintendo Switch. Vind ik het wel lastig trouwens met qua besturing. Dus dat vind ik dat wel een beetje... Oh, Wasmi staat er duidelijk op. Ja, dit is voor mij wel binnen een dagje klaar. Er zit wel een trappetje bij. Dus ik denk dat ik ook op de bovenkant zit. Dan moet schoonmaken en ding. Zeg dat gelijk mis moet doen. Oh. Zo, het is dat in ieder geval klaar. Ik denk dat dat eigenlijk... maar daar ook dat trappetje, denk ik. Dat trappetje heeft denk ik dan weer een functie. Nu kom ik dakstas dan. Dan kan ik ook dakstas. Oh, dit is wel heel pittig dit trouwens. Zeg, dan moet ik natuurlijk een raad halen. Want ik moet natuurlijk nu zo min mogelijk nog spulletjes gaan kopen. Want hierna kunnen we dus... nieuw materieel kopen. Ik heb niet zo heel veel marge met qua geld nog. Dus dan moeten we wel even letten dat we dan wel dit ding blijven hanteren. We maken het net 1 deel, denk ik, gewoon nu. Is het een beetje smerig hier dan? Zo, dus dit is sowieso al klaar. Dan gaan we gewoon met de zak opbrengen ook, hè. Dit ook allemaal bij. Oh, dit is ook allemaal bij, zie ik. Meer krippie. Dit wordt ook allemaal nog bij. Jippie, zeg. Ik heb daar nu een probleempje bij, denk ik nu. Want dit is roest. En ik weet niet hoe ik die roest erop moet krijgen. Ja, ik heb dus nu nog een marge van $27. Wat ik dus nu nog kan spenderen voor strakjes. Ja, dat wordt wel een dingetje, denk ik hoor. Want ik krijg het denk ik niet schoon. Dus waarschijnlijk moet ik daar weer iets voor hebben, denk ik. Kijken hoor, dat ik anders kan krijgen. Nee, ik krijg het niet schoon. Oh wel, oh. Oeh. Wat wil gebruiken? Woed. Oké, dit werkt gewoon woed, blijkbaar. Er komt natuurlijk wel die roest-ding natuurlijk. Ja, dit is roest. Hoeveel dingen heb ik nog dan? Ja, klaar. Dan doe ik ook gelijk even de andere kant even vast. Hoop dat ik het nog red. Het is nu als goed als klaar, zegt hij nu. Jo, klaar. Dat is in ieder geval klaar. Dus dat is dan wel weer mooi. Is dat in ieder geval klaar? Oh, hier zit ook nog roest aan, denk ik. Zo krijg ik het wel af. Ja, ik moet zo min mogelijk nu dingen gaan kopen al. De opdracht te halen. Dit is sowieso. Maar nogmaals, ik moet dus nu zo min mogelijk dingen kopen. Om dan straks dus dat nieuwe materiaal te kopen. Dus dit wordt denk ik wel een mini-ding hoor. Dit
Kijk maar even deze waar ik graag gebakken maar ruimtes. Ja, nog meer roestplekken en ik heb een probleem, hè? Ik kan misschien nog één zo'n potje kopen. Het kost wel met $10 kost zo'n potje. Maar, dan zou ik er nog twee van kunnen kopen. Nog twee. Maar nog meer. Ja, die is denk ik ook goed, denk ik. Of we hebben nog meer van. Ik hoop dat ik nog meer van die woeddingen heb, denk ik. Hoop het wel. Ik zei net in het intro dat ik waarschijnlijk binnen een filmpje klaar heb, maar ik heb nu wel een beetje mijn twijfels meer, want het zit er best strak allemaal op alles. En dat krijg ik ook niet af. Oh nee. We got a problem. Kijk hier ook. Kijk, die krijg ik ook niet af. Het is al leeg. Ik kan wel niet vullen, zegt hij. Hoeveel dingen heb ik dan nog, joh? Goed. Nog één, zegt hij. Ah, nee. Kijk, dit krijg ik gewoon niet af, joh. Dat is 12. Ja, maar dan zit je echt. Zo krijg ik het ook wel af, maar het wordt er niet voor van om nou dit te gaan doen. Ja, zo krijg ik het er wel af, maar dan zou je misschien wel even een dak moeten gaan staan, ik denk niet zo. En dan zou je hier tussendoor nog wel kunnen poetsen, zo. Maar om dit nou te doen met deze spuit, man, daar ben je wel godslang mee bezig, man. Roest krijg ik er niet af met deze spuit. Ik denk niet dat dit één filmpje wordt, denk ik. Ik denk dat dit wel een langere filmpje gaat worden, denk ik. Een langere serie. Oh, die naaikjes ook, man. Ja, wil is nu schoon. Dit is wel ons irritant aan het worden. Dit. We moeten dus 9 minuten onderweg. Ja, dit ga ik dus niet in één filmpje klaar krijgen. Dus we gaan nu maar stoppen. Dan gaan we volgende week gewoon verder met de oldtimer poetser. En ja, dan gaan we daar maar gewoon mee door. Want ik krijg het niet af in een filmpje als het filmpje veel te lang is. Dat duurt gewoon veel te lang. Ik wil in ieder geval bedanken voor het kijken van deze video. Vergeet niet even om te abonneren. Geef een leuk bel, blijf je op de hoogte. En wij zien elkaar weer bij een nieuwe deel van oldtimer poetsen. Hey, doei doei!